Game on! Justin Poy gaat beginnen aan de 11e leg. Hij is alle oneven legs begonnen in deze wedstrijd. En dan zou je dus verwachten dat hij wel een paar keer op voorsprong is geweest. Maar niets is minder waar. Hij werd in de eerste leg gebroken. Kwam toen wel terug tot 2-2. Toen werd in de vijfde leg weer gebroken. En nu op 5-5 staat hij weer op gelijke hoogte. En wat je dus merkt bij Wes Newton, in mijn opinie, is dat hij met name heel goed speelt als hij uit een break komt. Ook nu weer begint hij fantastisch aan de 11e leg. 180, 177. Blijft 144 over. Gisteren Michael van Gerwen. Een 39er in zijn partij tegen Steve Beaton. We zijn één dag verder en dit is Wes Newton op 144. Ook voor een 39er. En ook hij begint met triple 20. En nog één. Hij mag naar dubbel 12. Wes Newton! Doet het ook! Ja, 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 ja! Twee 39ers al op de World Matchplay van 2012. En hij zet zijn handtekening eronder. De 32e in de geschiedenis op tv.